Het wordt steeds een beetje duidelijker wat de concurrentie van Joost Klein gaat doen op het Eurovisie Songfestival. Onder andere Estland en Denemarken hebben hun nummers bekendgemaakt. En zij staan in de tweede halffinale lijnrecht tegenover Nederland. Deze inzendingen zijn dit weekend bekendgemaakt. De nummers gooien nog geen hoge ogen. Volgens de boekmakers maakt Oekraïne de grootste kans om te winnen. Italië en het Verenigd Koninkrijk staan vooralsnog op plek 2 en 3. Het nummer van onze eigen Joost Klein is nog niet bekend. Maar hopelijk wordt het net zo'n hit als Friesenjong. Ja, vind ik dus heel leuk. Even terug. Zo, nou zeg. We weten, het wordt steeds een beetje meer bekend wat de concurrentie gaat doen. Maak jij je nu mee zorgen? Nou, over de halve finale in ieder geval nog niet echt. Oh. Je hoorde net Denemarken. Nou, die hebben wel eens een betere inzending gehad. Ja. En Estland was ik ook niet heel erg van onder de indruk. Het is een beetje statisch ook allemaal. Ik weet natuurlijk nog niet of dat in Malmö ook zo zou zijn. Maar goed, 27 landen hebben inmiddels bekendgemaakt wie de deelnemers zijn. 19 landen hebben ook bekendgemaakt met welk nummer. Wat is jouw favoriet tot nu toe? Nou, ik vind Olly Alexander van het Verenigd Koninkrijk, die we net ook even zagen. Dat is wel een lekker nummer, hoor. En hij is natuurlijk ook heel beroemd. Nou, zoals Joost ook een beetje beroemd. Is hij heel beroemd? Olly Alexander is... Ik ken hem ook, ja hoor, zeker. Is heel beroemd, ja. Eigenlijk. Oh, sorry. Van wat? Ja, van wat, vraagt even. Onder andere van het nummer wat hij heeft gezongen met Elton John. Je moet mee niet aan. Ik moet even naar die naam zoeken. Ja. Die is beroemd. Coronatijd. En Elton John is heel beroemd. En ja. Olly Alexander heeft weer in een televisieserie gespeeld ook. It's a Sin. Jeetje. Ja. Ja. Oh, dat was een leuke, mooie serie. Nou, ja. Die jongen... Dat is Olly Alexander. Hoe dan ook. Joost, daar moeten we nog even wachten op, ja. Op het nummer. Hij start wel morgen een Europese tour. Hij gaat langs Berlijn, Keulen, Wenen en Zurich. Wat natuurlijk fantastisch is. Ja, vooral ook omdat die hit... hij is nummer 1, stond hij met die hit in Duitsland, maar ook Oostenrijk, Zwitserland. Met dat Friesenjong. Met dat Friesenjong. Ja. Dus dat is natuurlijk heel slim dat hij dat doet. Maar een soort campagne al, hè? Om in Europa te gaan. Ja? Keulen en Berlijn zijn al uitverkocht. Oh. Wenen zijn nog kaartjes. Oké, spannend dan voor België, want morgen presenteren zij hun liedje. Ja, ook in de halve finale, waar Joost ook in staat, hè, in die tweede helft. Moustie, dat is de artiest. Eigenlijk heet hij Thomas Moustin, denk ik. Moustie. Componist, zanger, ook acteur. Heeft onder andere in Netflix-producties gezeten. En hij zit ook in de jury van Drag Race Belgique. Daar kijk jij natuurlijk weet je het wel. Altijd, ja. Nee, daarom. Dus daar kan jij het van weten. Hij heeft al 2 albums gemaakt. Allebei top 10 in België gehaald. En ja, hij heeft dus een hele goede positie. Hè, omdat hij net als... We zitten in de tweede halve finale in de tweede helft. En we weten allemaal dat de liedjes die in de tweede helft zitten van een halve finale... die worden langer herinnerd door de mensen die gaan stemmen. Nou, het nummer van België komt morgen naar buiten. Maar je hebt het al. Toch? Ja. Want het is namelijk gelekt door een Belgische jongere radiostation. Het klinkt zo. En dat gaat op rustig gaan zeggen. Niet slecht. Maar. Nou. Before the party is over. Lekker stevig nummer. Ik denk dat die Belgen... we rekenen nog steeds op 12 punten van de Belgen, maar ik denk dat we ze terug kunnen geven. Nog iets bekend over Israël? Over Israël, zeker. Er zijn in IJsland... Is de kritiek over de deelname van Israël nou een beetje verstomd? Of? Nou, deels. Maar bijvoorbeeld IJsland doet de nationale finale, maar weet nog niet of ze mee gaan doen. Dat is een beetje raar. Dan min je de nationale finale en dan zeg je, nou ja, wil je wel of niet naar Malmö in verband met de deelname van Israël. Dan blijft lekker thuis. Mij lijkt, ja, precies. Ja. Volgens mij is dat ook hoe de EBU erin zit. Ze zeggen van ja, als je niet wil komen, dan kom je niet. Nee. Maar Israël doet gewoon mee. En om eerlijk te zijn vind ik het ook een vrij zotte discussie. Ja. Want er wordt regelmatig de vergelijking gemaakt met Rusland. Maar Rusland valt een ander deelnemend land binnen. Juist. En Israël is slachtoffer van terroristische aanslagen. Niet van een ander deelnemend land. Dus waarom zouden die niet deel mogen nemen? En bovendien, juist het Songfestival gaat over verbroedering. Nou, daar wil ik het even voor opstellen. Maar ik snap dat het gevoelig ligt bij heel veel mensen. Maar laten we het vooral even houden op het feit dat het een liedjesfestijn is. Dat zou toch het allerprettigst zijn? Precies. Toch? Maar, ja, maar wat is dan? Wint Oekraïne ook ineens natuurlijk. Hè? Ja.